Goedemorgen. Van den Berg hier. Ja, dat is misschien nog wel in de gaten. Ik neem jullie vandaag mee met mijn trainingen. Vandaar dit vlogje ook. En zodat jullie een beetje een kijkje kunnen hebben wat ik vandaag allemaal ga doen. In de ochtend staat er een krachttraining op het programma. Op Papendal, dat is het Nationale Olympische Sportcentrum. Op Papendal, Arnhem. In de middag gaan we op de wielerbaan. Dan gaan we wat korte sprints doen op een lichte versnelling, dat is 100 meter. En dan dat we dat lekker mogen spinnen, een beetje draaien. Om wat nog lekker het tempootje erin te houden. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Veel kracht, maar ook wel een beetje de speed erin houden. Ik neem jullie vandaag mee. Dus eerste stukje van de vlog. En dan zal ik jullie zo een beetje rondleiden overal. Dat is wel leuk. Nou, tot straks. Welkom op Papendal. Dat is hier zo. Een leuk weetje. Dat ik vanaf mijn 15e kom ik er eigenlijk al. Eerst vanuit de BMX en toen vanaf het baanwielrennen. Dat is zeg maar een bord met hoe lang het nog duurt naar Tokio. En dat is ook al bijna 15 jaar. snel de tijd. Nog steeds nog net zoveel plezier. Het groene gebouw is het SMCP. Misschien zie je het nou niet zo goed omdat de zon een beetje raar schijnt. Het is het Sportmedisch Centrum Papendal. Dat heb je hier ook. Met allemaal fysiotherapeuten en allerlei specialisten. Om elke sporter weer zo snel mogelijk op de been te helpen. Dit is de eerste grote hal. Wat je daar ziet, hier zo, is een soort atletiekhal. Daar zit ook de gymruimtes enzovoorts. Hier parkeren we altijd onze auto's. Daar binnen gaat het zo meteen gebeuren, de kracht. En daar is dan de lange indoor sprinthal. Moet het er met daar loopt. Er zit ook nog voor het neem ik kwalijk pijlschieten. BMX hek staat ook nog. En hier doen we dan gezamenlijk onze gym sessie. Hier zijn we dan allemaal aan het knallen. Dus je ziet hier zo, hier zit nog een gym achter. Zal ik hier zo meteen wat even doen. Legpress 5 keer. Hoeveel kilo was het ook weer, hè? 440. Gadverdamme. Maar easy, hè? Easy. Oh ja, hier. Fluitend. En zo doet hij dat, zonder enige moeite. Wow, klein beetje in. Beetje moeite. Ja, de eerste training zit erop. We hebben gym gehad. Dat is een rustigere sessie, want ik heb een herstelweek. En dat ging wel aardig lekker. Beentjes voelen goed. Het lichaam die heeft nu nodig herstel gehad. En dat kun je toch wel merken dat je wat scherper wordt. Ja, alles gaat wat makkelijker, de kleine pijntjes die gaan weg. En dat is wel prettig. Dus nu richting huis. Ik woon in Apeldoorn, dus dat is een 25 minuutjes rijden van Papendal. Eventjes goed herstellen. Even een middagtukkie doen. En dan gaan we om 2:15 weer richting de wielerbaan. Om een lichtere versnelling erop te gooien en dan wat speed werk te doen.